Lokeren is lekker. Geen toeval dus dat de stad is uitgeroepen tot laureaat van Vlaanderen Lekkerland. De stad heeft een project opgestart om 1 jaar lang alle lokale streekproducten en horecazaken in de kijker te zetten. Lekker Lokeren. En ik stel ze de komende maanden graag uitgebreid aan u voor. Voor de eerste aflevering van Lekker Lokeren sta ik hier in Exaarde aan Dunbascul. Ronnie en Sophie die begonnen hier vorig jaar aan een nieuw verhaal en ik ga ze eventjes kennis maken. Dag Ronnie, zeg zo'n gezellige zaak dat je hebt. Ja, het is een nieuwe zaak ook. Hè. Dus, we zijn volledig nieuw ingericht. Sinds vorig jaar in mei zijn we er ook gegaan. En ja, we hebben van scratch moeten beginnen. Dus, En wat zijn jullie nu, jullie sterke troeven, denk je? Ik denk dat we vooral het lokale product in de kijker willen stellen. Dat we met biologische ingrediënten werken. Dat is een beetje ingebakken. We zijn er al tientallen jaren eigenlijk mee bezig, ook privé. En dat is een overtuiging die we hebben dat we met bioproducten het smakenpalet eigenlijk nog veel meer kunnen verruimen dan met klassieke producten. Vaak vergeten groenten ook. Ik denk aan warmoes, aan pastinaak, aan boerenkool dat nu ook momenteel heel hard in zwang is. Het is jouw vrouw Sophie die ook in de keuken staat. Ja, zij die de zaak ook wou beginnen ook en zij die in de keuken staat ook, ja. Ja. Je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt. Mag ik eens gaan kijken bij Sophie in de keuken? Natuurlijk, ja. Komt u maar. Sophie, je bent hier baas in de keuken. Nog maar juist bezig. Hoe gaat het? Hoe bevalt het jou? Ja, wel goed. Ja, wel. Probeer ik mijn best te doen van veel producten van het streek te gebruiken ook. Ja. En met welke streekproducten werk je het liefst? Met groenten vooral. Gelijk nu heb ik iets gemaakt met rode biet. Als hapje. En er zit een beetje honing in ook. Dat is Lokerse rode biet dan? Ja, dat is Lokerse rode biet. Hier zit ook mierikswortel in verwerkt, dat ik heel veel kruiden gebruik uit de tuin. Maak de palm, de blauwe bloemetjes, van alles. Ja. Maak eens proeven, ja. Alsjeblieft. Dat is de eerste keer denk ik dat ik zo rode biet eet. Lekker, speciale smaak. Ja, een beetje pikant zo. Ja, dat is van de mierikswortel, want daar zit geen peper in, dat is alleen maar van de mierikswortel. Ah, mooi. Ja. Nu heb ik al de smaak te pakken. Mag ik misschien eens meer proeven van het maandmenu? Ja, zeker. Ja. Oké, super. Ja. Dankjewel. Lekker. Uit Lokeren natuurlijk.